Vandaag gaan we risotto maken van zilvervliesrijst. Veel mensen denken dat dat niet mogelijk is. Wij laten vandaag zien dat dat wel degelijk kan. Mijn naam is Ivan Wolfers en ik wil vandaag een gerecht met u bereiden dat vezelrijk is. Vezelrijk? Ja, vezelrijk. Want vezelrijk voedsel is en gezonder en bovendien val je daar beter van af. Wat zijn nou vezelrijke producten? Zilvervliesrijst. Ik heb hier zilvervliesrijst. En wat is er dan het bijzondere aan die rijst? Die is niet gepolijst. Dus het harde buitenvelletje zit daar nog om. Dat wordt dus ook niet wit op je bord, een beetje lichtbruin. Maar omdat als je het goed kookt, dan wordt ook dat buitenvelletje zacht. Dus het is helemaal niet onaangenaam om te eten. We gaan in die risotto ook verwerken walnoten. Walnoten, ja, dat zijn noten. Noten hebben goede vetten. Ze hebben bovendien een enorm vezelrijke structuur ook. Als je consistent altijd bepaalde manieren van eten hebt, en dus met heel veel van die producten zonder vezels erin, ja, dan heeft dat op den duur een bepaald risico op je gezondheid. Dat je helemaal niet wilt lopen als je weet hoe lekker zilvervliesrijst smaakt. We beginnen met het maken van bouillon. Dit is bospaddenstoelenbouillon. Je kan natuurlijk allerlei soorten bouillon gebruiken. Je doet een halve liter water in een pan. Dan doe je er niet een heel blokje in voor een half liter, maar een half blokje bouillon. En dan zet je dat op het vuur en breng het aan de kook. Voor risotto van zilvervliesrijst hebben we natuurlijk zilvervliesrijst nodig. We hebben een beetje saffraan nodig. Dan hebben we daar een teentje knoflook bij nodig. We hebben daar walnoten, gaan er doorheen. Zoutpeper, goede olijfolie en een stukje kaas. Parmezaanse kaas. En dan moet je gewoon niet te veel nemen. Veel mensen denken van hoe meer kaas, hoe lekkerder. Maar dat is een beetje onzin, want je onderdrukt alle andere smaken. En dan kan de bedoeling niet zijn om goed te eten. Als de bouillon kookt, haal je hem weer van het vuur. En dan giet je dat, nou ja, maar weer voorlopig hierin. Dat hebben we zo nodig. We beginnen met een eetlepeltje olijfolie. Niet te veel. Dan heb ik hier die knoflook die we fijn gesneden hebben. En die gaan we licht aanbakken. Doe ik de bouillon erbij. Zo. Gaan we nu de saffraan eraan toevoegen. Dat geeft die prachtige gele kleur van de risotto. Het water kookt. Dus wij kunnen 200 gram zilvervliesrijst erin gooien. Weer wachten tot het gaat koken. En dan gooien we ook dat handje walnoten erin. Als je dit dus goed aan de kook hebt, de deksel erop hebt, dan moet hij op laag vuur of op een lage temperatuur in de oven. 30 minuten. Dan gaan we eens kijken hoe het met die risotto is. Je ziet, hij is flink ingedikt. En dat is ook de bedoeling. En dan gooien we daar de parmezaanse kaas bij. Die laten we daarin doorheen smelten. Kijk, hij wordt nu ook wat, doordat die smeltende kaas, wordt hij nu ook wat dikker van structuur, een beetje papachtig, want dat is natuurlijk risotto uiteindelijk wel. Kijk maar eens, je maakt daar toch echt een uitstekende risotto van. En dan heb je echt geen speciale rijst voor nodig. Dat kan net zo goed met zilvervliesrijst. Kijk, dan is dit de risotto geworden. Walnoten, saffraan,